Goedenavond vandaag, 14 november, keurmerk Veilig Ondernemen, van belang. We praten over een fantastische samenwerking tussen ondernemers, winkeliers, de gemeente, de politie en niet te vergeten het Criminaliteitscentrum voor Veiligheid. En we gaan enkele bedrijven, terreinen met name even bedanken, omdat ze zich nadrukkelijk inzetten voor schoon, heel en veiligheid. Naast mij staat Patrick, jij bent de directeur. En hoe doen we het hier in Almere? Nou, ik ben hier ook om jullie te bedanken en een compliment te geven voor de wijze waarop jullie samenwerken. Vakjargon heet dat publiek-private samenwerking. Dus bedrijven en overheid samen hand in hand om de criminaliteit een halt toe te roepen. En dat doen jullie gewoon hartstikke goed. En waarom doen wij dat goed? Wat is er wat we goed doen? Ik denk dat je elkaar taal spreekt. En ik denk dat je ook in staat bent je in de ander te verplaatsen. En dat je niet alleen maar zegt, ja, maar wij doen het zo, dus dat is goed. Nee, maar dat je ook van elkaar kunt leren. En de meerwaarde dat wij er als CCV bij betrokken zijn, is dat we dat in meerdere gemeenten doen. En de open mind die jullie daarin hebben, ook in zijn om met ons te kijken van, zijn er nieuwe interventies, zijn er nieuwe manieren van werken om die criminaliteit nog harder aan te pakken. En met name ook het voorkomen van schade en het voorkomen van slachtoffers. Want we zijn niet voor niks het Centrum voor Criminaliteitspreventie. Jullie doen grandioos werk. En vanavond bied je ook de ondernemers iets heel bijzonders aan. Ja, een training op het gebied van cyber. Er zijn schattingen dat 60% van het bedrijfsleven getroffen wordt door cybercriminaliteit. Cybercrime is hot, is echt een probleem. Het is niet alleen dat ze misschien je bestanden meenemen, maar je bedrijfsvoering komt ook stil te liggen. Als ik een korte voorbeeld mag noemen, een lijstenmaker die ik gesproken heb in het kader van de Week van de Veiligheid. Hij had al zijn foto's van de lijsten, die hij dus aan klanten kon laten zien, had hij op zijn computer staan. Zijn computer was gegijzeld en hij kon helemaal niks meer. Dus het is niet alleen dat je dingen kwijt bent, maar je bedrijfsvoering komt onder druk te staan. En iedere ondernemer weet dat de marges niet zo heel erg groot zijn. Dus als jij een week niks kan doen, ja, kan dat soms het verschil zijn tussen door kunnen gaan of je bedrijfsvoering moeten stoppen. Moeten stoppen, failliet gaan, zeg je eigenlijk. Ja, klopt. Dus wat dat betreft praten we over cybercrime, waarin je bedrijfsvoering, je bedrijfsgeheimen, je ontfutseld worden. En dat gebeurt heel erg veel. Dat wordt heel vaak geprobeerd. Gelukkig lukt het niet altijd. Wat we vanavond proberen te doen is mensen alert maken. Wat kun je nu zelf doen om cybercrime te voorkomen? En er zitten een paar hele simpele, misschien zelfs open deuren. Maar het moet je wel even verteld worden. En daar kunnen we winst op maken. Heb jij een tip voor de mensen die nu thuis kijken? Hoe ga je om met cybercrime? Ja, het belangrijkste is dat je alert bent. En laat ik het maar heel simpel zeggen, zoals ook bij de normale criminaliteit. Als je ergens een aanbod krijgt wat te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het ook vaak te mooi om waar te zijn. Wees alert, klik ook niet op linkjes waarin staat, als u niet geïnteresseerd bent in dit aanbod, klik dan op nee. Want je weet nooit wat er achter die link zit. Dank je Patrick voor je uitleg. Tussentijd staat naast mij de enige echte commissaris die we in Flevoland hebben. Commissaris Famke van Spaandonk, sectorhoofd politie Flevoland. Ja. Ja, Famke, vanavond, wat gaan we beleven? Nou, volgens mij heeft het CCV een uitstekend voorbereide preventieavond waar het gaat om cybercrime. En ik kan alleen maar zeggen dat wij dat van harte ondersteunen. Omdat als je jezelf goed beschermt, je ook een heleboel cybercrime kan voorkomen. Heb jij nog iets wat je met de mensen thuis wilt delen over de avond van vanavond? Als je iets niet vertrouwt, kom naar ons toe. Kom naar de politie. Doe aangifte. Wil niet altijd zeggen dat we de zaak oplossen. Maar wil wel zeggen dat we trends waarnemen. Dat we het kunnen verstoren. Dus we doen naast opsporen ook een heleboel aan verstoring. Naast mij staat de voorzitter van de SBBA. Zou jij willen vertellen wat de SBBA is en doet? De SBBA staat voor de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Almere. Wij staan voor de veiligheid op de bedrijventerreinen. Vind je dat we als gemeente Almere goede stappen maken als we puur kijken naar de certificaten die we dit jaar mogen uitreiken aan verschillende bedrijventerreinen? We zijn goed bezig. De certificaten die helpen ons als werkgroep. Maar wij pleiten wel als KVOB ervoor om de samenwerking met de gemeente structureler te verbeteren, maar ook te optimaliseren. Dames en heren, kijkers, ondernemers aan het woord gelaten, de voorzitter van de SBBA. De sectorhoofd politie en niet te vergeten de directeur van het CCV. Zij geven allemaal aan hoe je om kan gaan met bijvoorbeeld onder dit onderwerp waar we de diepte over zijn ingegaan, cybercrime. Dan hebben we het over de digitale wereld. We leven allemaal in die digitale wereld, het is een digitale werkelijkheid en daar hoort digitale criminaliteit helaas bij. En hoe kan je daar als bedrijf weerbaarder door worden? Daar zijn allerlei tips, trucs en een goede training door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vanavond gegeven. Dank voor het kijken.
En laten we samen blijven werken aan de veiligheid van ons Almere.